Yo kijkers, en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we lekker Farming Simulator 19 spelen. En vandaag gaan we lekker gaan oosten. Ik heb hier een speciale machine. Slash, ja, ik weet niet wat dit voorstelt. Wat is dat andere veld? Ik ga even kijken. Ja. Oké. En we zijn nu bezig met het oosten van dit veld. Het is niet een al te groot veld, maar ook niet een te klein veld. Laten we daar eens mee beginnen. Met de eerste koppakkers doen, kan ik hem op helper zetten. Dan kan ik het andere veld bemesten. Als dat bemest moet worden. Ik heb hier ook een boerderij een beetje gemaakt. Ik ga ook deze week ga ik farming livestreamen met de nieuwe map Undergrim. De map dat ik ook op dit kanaal speel. Ja, ik heb eerst een video gemaakt dat het kanaal dat ik dat niet meer ga uploaden, maar ja, nu ga ik toch weer op dit kanaal uploaden. Ik vind het zo zonde om een nieuw kanaal te starten. Ach, irritante boompjes. Zo zonde om een nieuw kanaal op te starten terwijl dat je hier al 40 abonnees, bijna 40 abonnees heb. Dus ja, dat is een beetje zonde. Dus, maar ik ga verder doen op dit kanaal. Dus vergeet als is niet een duimpje omhoog te doen. En ja, en te abonneren. Laat ook als eens een keer in de reacties achter welke map dat ik de volgende keer moet spelen. Of welke map dat leuk is om met farming te spelen. Ik kan ook een multiplayer spelen. Dus als je kan ook een open server maken. Oké. Okay. Als we dit gedaan hebben, ga ik hem op arbeider zetten. Normaal heb je groot genoeg draaicirkel voor te kunnen draaien. Dus ja. Ik heb ook nog niet zoveel machines. Ik heb alleen maar een kar en een zaaimachine en een kunstmestrooier. Maar ja, in de loop van de tijd kunnen we wat meer hebben. Het is ook niet van te zeggen dat dit een hele grote map is. Dus als ik nog een keer op ga arbeiden. Oké. Maar die boom is irritant. Als ik nou op H arbeider tik. Oké, nu het. We hebben eigenlijk deze nodig. Hallo, ja, dank u. En dan nemen we even de kunstmestrooier erbij. Oh boy. En dat is daar een machine, daar kan je alles bijvullen. Ik wil kunstmest een tikje starten. Je moet er wel voor betalen, maar het gaat niet heel snel, kijk. Deze tractor heeft geen gewicht nodig, dus ook heel leuk. Even op de baan, ja. Ik krijg nu nog niets kapot. Even een beetje uitzoomen, want dat heb je altijd nodig om met zo'n kunstmest weer te werken.
En voilà, we zijn bezig met de kunstmestrooier te werken. Het zou vast snel met zo'n grote kunstmestrooier. Ja, een groot trapje heb je niet nodig. Kijk. De velden zijn ook niet van te zeggen, wauw, zo groot. Dus ja. Oh, niet in het water heen, hè. Jongens, bij de 100 abonnees wil ik wel iets doen, maar ik weet nog niet wat. Misschien een Q&A of zo, dat jullie mij vragen kunnen stellen via Instagram. Dat klinkt wel leuk of zo. Dus ja. Laat het een keer achter. Wat in dit veld is, 50% bemest. En die daar is 0% bemest. Dus we kunnen dan straks nog een keer bemesten. Maar dan zouden we wel dunne bandjes nodig hebben. Ja, ik heb wel weer mijn boerderij op een veld gemaakt, omdat de andere... Ja, je kon ook... Oh, sorry windmolen, sorry voor de beschadiging. Maar deze Steyr case vind ik echt mooi. Deze Puma is echt een aanrader als je een eigen farming server hebt. Deze case Puma. Oh, zulke heerlijke tractor. Oké, dit veld is ook bijna bemest. Even een eerste koppakkers daar nu moeten we een beetje rondrijden. Het duurt ook niet zo lang meer. Voordat we alles gedaan hebben. Ik denk dat ik net niet alles mee heb. Oké, dat is het laatste strookje dat we moeten doen. En dan dat wel gedaan. Ik zal dan straks de combine leggen. Oké, we hebben maar ook maar twee velden. Misschien kunnen we nog een derde veld bijkomen. Laten we kijken welk veld kunnen we misschien nog kopen. Als is een veld waar we kunnen... Misschien kopen we 19 kopen. Ja, oké, laten we 19. Dan gaan we best een keer naar 19 gaan. Kijken wat we daar kunnen doen. Oké, maar nu moeten we dan wel weer geld bij verdienen. Anders. Ja. Anders, we doen wel dure investeringen. Qua machines en al, dus we moeten dan ook wel het geld terugverdienen. Veld 19, is dit patatten? Daar zijn we niet zoveel mee. Laten we dat dan maar een keer inzaaien. Oh man, dit bruidje is wel mooi gedaan. Mooie bruid. Laten we dat inzaaien met de. Ik ga even de baan afsnijden. Boom. Oei, is het verre vol? Ja, daarvoor houdt toch de... Oké, laten we dan even de case pakken. Ja, zoals jullie zien op de boerderij hebben we nog niet zoveel materiaal. Maar ja, zoveel hebben we nog niet nodig.
Wacht, oké, waar is die? Daar is die. Met de peep naar de verkeerde kant, hè. Misschien kan hij nog net halen. Oké. Oké, we kunnen best snel deze bijvullen. Dan is de tractor, de combine al gedraaid. Is deze tractor trekt niet zo lekker op, maar oh, wat doe ik? Oh ja, ik dacht al. Zaad starten. En ik achteruit rijden, meer kunstmest, ja. Oké, okay, is het draait, is het draait. Here we come. Oké, okay, nu kan hij zijn hang doen. En wij kunnen best verder doen met ons zaaien. Zouden we dit stro oprapen? Ik weet het zelf niet wat we ermee gaan doen. Ik denk dat we dit stro niet gaan oprapen, want we hebben niet het geld voor ja, het een strobaalmachine te kopen. Dus ik denk van niet. Ik laat even dit veld inzaaien. X. Ja, laten we maar tarwe zijn. Ja, dat is goed. Kijk, dit had ook zo mega snel. Oh man, ik mis weer dingen. Het is zo irritant als je dingen mist. He. Ja, ik ben nog niet een van de pro's, dus. Sorry daarvoor. Jullie denken waarschijnlijk al in de chat. Oh, Sander, je bent zo slecht in farming. Ja, dat ben ik ook. Ik heb het vroeger veel gespeeld, maar ja, nu ben ik het wel een beetje meer spelen, omdat ik het weer een beetje leuk ben gekomen. Ja, maar ik speel op controller, op PC, maar ik ben aan het sparen voor een Logitech G29, ideaal om farming mee te spelen. Oké, is de combine al? Ja, de combine is weer aan het werk, dat is heel goed. Maar dit komt nog allemaal goed. Ik ga nog een hele pro-farming worden. Gewoon een beetje steunen. Gaat wel lukken. Ik weet niet hoe lang dat deze video's zijn. Deze video's zijn waarschijnlijk. Ik weet niet. Dus de stream map wordt een Unreal game map, maar een andere. Is het veld al ik bemest? Ja, dit veld is 100% bemest. Dat is ook goed. Dat is heel goed. En nu kan ik gewoon, ja, gewoon werken, ja.
Ik werk ja nu een beetje zo. Ik vind echt Überheimmap echt een heel leuke map. Want je hebt zoveel velden, je hebt zoveel variatie. Je kan meerdere boerderijen maken op die map. Dus ja, daarom vind ik het echt een hele leuke map om te streamen. Oké, nu ga ik even heel dom doen. Hey, het is logisch nadenken wat ik doe, maar ja. Oké, we hebben fijn al gedaan met het veld. Ik weet niet wat de jongleur aan het doen is. Ik denk dat hij ook bijna gedaan is. Heeft. En dan kan ik deze video afsluiten als ik dit allemaal gedaan heb. Ik weet niet wat ik de volgende video ga doen. Ja, jongens. Dit is toch een beetje leuk, maar singleplayer vind ik eigenlijk niet zo leuk. Want je bent alles alleen aan het doen. Ik vind multiplayer echt veel leuker. Want dan kan je bij je met meerdere. Oh, wat doe ik? Verkeerd knopje. Nog twee keer. Ja. Ja, dat was het. En dan hebben we wat gedaan. Met zaaien. Dat is heel leuk. Even haas op de hospitaal. En ja, ik kan er net alles mee. Dat heb ik net niet meer. Maar voor dat kleine stukje is dat nu wel niet erg. Maar ja. En dat is het laatste dat we doen. En dan hebben we gedaan. Dan gaan we nog een keer naar de Johnny kijken. En dan ga ik deze video afsluiten. Wel mooi geweest voor vandaag. Hé. Een massief Ferguson. We zitten dan weer in de cabine, de mooie machine op de achtergrond. Ja. Ik weet niet, hoeveel kost eigenlijk zo'n opraapmachine? Kan ik dat misschien huren, opraapmachine? Nee, geen. Laadwagens, is toch wel veel om te huren. 2000. Xalxen. HLPC is klaar. Oké, dankjewel HLPC. Ik zal straks kijken naar jouw HLPC. Hoe dat je werk gedaan hebt. Zijn de machines veel? Boah, valt nog mee. Oké, nou kan ik mijn achteruit skills weer proberen. Oh, ik scherp, ik stuur veel te scherp. Oh mijn god. Ik hou mijn tractor en al binnenrijden. Kijk, de John Deere. Hoe heet hij dan? Hij ziet dat. Hij ziet er goed uit. Maar ik ga even naar deze dingetjes rijden. Aan de andere kant. Ah, oh, dat ziet er allemaal proper uit, Johnny. Hij heeft dat goed gedaan. Hij heeft dat heel schoon gedaan.
X uitklappen. Nee, gereedschap wijzigen. Ja, nu is hij aan het inklappen. En dan doen we de pijp uit. Kijk, de pijp. En dan kunnen we de stijger vullen met al het gerst. Voilà. Beetje verdelen. 2000 liter. Oh, net niet. Och man. Oké, waar gaan we deze machine zetten? Waarschijnlijk gewoon naast de zuimachine. Ik kijk echt wel naar uit naar Farming 21. Het zijn dat echt, maar hij komt dit jaar nog niet uit. Omdat ze aan het afwachten zijn voor de nieuwe controls voor de PlayStation 5 en de Xbox One Series X. Oké. Welkom, Steyr. Ja, loonbetaling, nog betalen, ja. Ik ga dit even in de silo doen. En dan, jongens, ik wil je al bedanken om naar deze video te kijken. En oh, ik heb de motor uit gedaan. Oh, zo niet slim, hé. Dus jongens, ik wil je bedanken om deze video te kijken en tot de volgende keer. Abonneer alsnog op dit kanaal. Laat een likeje achter als je deze map heel leuk vindt. Ja, ik ben dus voor de 40 abonnees te gaan. Even dit inparkeren. Stijer. De case. Ik ben altijd stijer. Wat is die stijer? Het is case. Dus abonneer en like. En tot de volgende keer.